Oké, bedankt Wim. Goedemorgen collega's. Het was een bedoeling om jullie een toelichting te geven over de testing en contacttracing organisatie die vanaf morgen gaat starten. Ik ga eerst mijn scherm moeten delen dan. Goed, dus zoals ik zei, de organisatie begint morgen. Met die verstande dat dat eigenlijk maar gedeeltelijk is. Ons deel gaat morgen al starten. Het tweede deel van het verhaal, tracingorganisatie, start eigenlijk pas op 11 mei. Er moet nog heel veel in orde gebracht worden, allemaal technisch en dergelijke. Ook qua personeelsequipe voor die tracing allemaal te organiseren. Dat nog zeker een week zal duren. Deze week gaan er ook testen gebeuren, draaitesten zoals dat dan heet. Maar omdat overal in het nieuws ook geweest is dat mensen vanaf morgen zich kunnen laten testen als ze klachten hebben, zijn we een beetje toch voor het blok gezet om al eigenlijk te gaan starten. Er is nog heel veel niet in orde, ook op het gebied van ons verhaal, op de testing. Daar zal ik zo meteen tijdens de presentatie ook op komen. En er zullen nog geregeld wat updates gaan komen deze week. Dus deze presentatie is een beetje een work in progress. Maar het verhaal, hoe het erachter zit, de grote lijnen kunnen we zeker hier al meegeven. En zo toch ook wel wat details. Maar er gaan nog wat dingen moeten aangepast worden en veranderen. Zeker naar de flow en zeker in het triagecentrum. De flow met de stalen en dergelijke. En ook het verhaal rond verslaggeving van de testen. Goed, wat ik wil bespreken is eerst wat inleidende begrippen of een paar woorden over dan het testingverhaal, dan de testing in het triage-testcentrum. Dat triagecentrum dat opgebouwd wordt door een triage-testcentrum. Andere flows, dan het verhaal een beetje van de contacttracing, dan een aantal aandachtspunten voor jullie to-do en dan kan het vragen besproken worden. Goed, waarom gaan we naar dit nieuwe verhaal? Wel, zoals jullie weten is het virus aan het dalen, dus we hebben minder gevallen, minder opnames, minder overlijdens ook. En worden vanaf morgen een aantal social distance maatregelen teruggeschroefd. Ja? Dat is door de Veiligheidsraad beslist, op advies van de expertengroep. En die fase die we nu ingaan is eigenlijk, oké, we hebben minder virus in omloop, maar we gaan terug meer sociale contacten zijn, vooral naar het werk dan toe. Volgende week ook winkels en dergelijke en daarna de scholen. En dan willen we eigenlijk in de nieuwe fase proberen dat virus verder toch in te dammen na het gradueel opheffen van die lockdown. Het tweede verhaal is dat we breed patiënten willen gaan testen. En nauwe contacten van die patiënten gaan opvolgen en eventueel in isolatie brengen. Dit om dat virus verder niet te laten verder te verspreiden. Met dat gegeven, doordat je mensen gaat detecteren, testen en ook daarna gaat de contacten goed opvolgen in isolatie zetten, kunnen natuurlijk krijgen dat je bepaalde lokale clusters kunt detecteren. Dat bepaalde mensen in een bepaalde gemeente of rond een bepaalde supermarkt of hopelijk niet rond een bepaalde huisartspraktijk, dat men daar een aantal gevallen toch gaat hebben. En dan kan men ook specifiek gaan zeggen, ja, in bepaalde gevallen zou men kunnen bijvoorbeeld zeggen dat men een gemeente in lockdown gaat zetten, omdat daar terug een broeihard is. Na testcapaciteit hebben wij gevraagd, ja, wat kunnen wij verwachten? Wat gaat dat geven? Want tot nu toe, alle mensen die ons contacteerden met klachten van een virale infectie, die zetten wij 7 weken thuis telefonisch, stuurden een briefje op en die hoorden we meestal niet meer of het moest terug erger worden, of het moest erger worden. Maar in de nieuwe definitie waar we zoiets op komen, gaan we die mensen normaal waarschijnlijk ook moeten testen. Dus ook mensen met lichtere klachten gaan we moeten testen. Dat maakt dat we toch kunnen verwachten dat er heel wat mensen gaan getest moeten worden. Ja? Ik denk dat iedereen wel weet in het begin van de epidemie hoeveel telefoons we in onze praktijk hebben mogen beantwoorden. Goed, dat is nu duidelijk ook wel aan het dalen. Maar we zien bijvoorbeeld bij ons in mijn wachtpostgebied hebben we dit weekend toch weer wat toename gezien.
Men verwacht dat er een soort 1000 indexpatiënten gaan zijn. En men denkt dat één index gemiddeld 10 contacten heeft, nauwe contacten, waarvan er ongeveer 5 getest gaan moeten worden, ja, van die 10. Dat betekent 5000 testen en men denkt, het is een progressief verhaal natuurlijk, we gaan morgen niet ineens met 15.000 testen in België zitten, maar dat gaat zich progressief opbouwen. En men denkt dus dat er buiten die 5000 van die contactpersonen, dat er ook spontaan 10.000 mensen zich op de duur gaan moeten aanmelden. Dat betekent dat we 15.000 patiënten in België gaan ongeveer mogen verwachten binnen nu een paar weken misschien. Omgerekend is dat een 136 patiënten per 100.000 inwoners per dag. Dat maakt dat ons advies eigenlijk is om, en dat advies is ook dan eigenlijk gevolgd door de internationale conferentie, dat de testing best gebeurt op een organisatie van ongeveer 50.000 à 100.000 inwoners. Omwille van het feit dat men efficiëntie beter efficiënt kan werken, minder plaats om te testen, minder gebruik ook van persoonlijke beschermingsmiddelen. De kwaliteit van de testing is heel belangrijk gebleken. Het is belangrijk dat er een kleine equipe of vaste persoon is die die testen allemaal doet, waardoor ervaring kan ontstaan en daardoor minder vals negatief. Ik zei er net, als we denken aan 130 patiënten per 100.000 inwoners, ja, een praktijk van 1000 inwoners, een huisartspraktijk met 1000 patiënten, is dat maar 1,3 patiënt per dag. Dus dat is te weinig eigenlijk om, ja, daar uw beschermingsmateriaal en zo voor te gebruiken, om die aparte eigenlijk te zien. Daarom vinden we het triagecentrum de beste locatie voor de organisatie. Eventueel kan een alternatief, want ik heb al in het veld gehoord dat er bijvoorbeeld ergens een drive-in gaat gemaakt worden. Die dingen zien we, hebben we ook in het buitenland gezien. Dat zijn natuurlijk ook mogelijkheden die kunnen gebruikt worden. Dat hangt van de lokale organisatie af om dat zo te doen en te beslissen. Belangrijk ook kan zijn natuurlijk dat in zo'n triagecentrum, dat je moet toch kijken hoeveel kabinetten je daar, hoeveel mogelijkheden dat je daar hebt. Want natuurlijk denk ik dat je moet opschalen of downsizen, maar dat zijn we eigenlijk al de laatste maand overal aan het doen. De interministeriële conferentie van vorige week, woensdag, heeft beslist dat het testingverhaal gebeurt ofwel via de huisartspraktijk, dus via de gewone huisartspraktijk kan ook het testingverhaal gebeuren, of via dit triagecentrum die een testfunctie aanbieden voor de patiënten doorverwezen via de huisarts of via het traceringssysteem. Dit triagecentrum moet elke weekdag open zijn. En ook in het weekend moet er een functie zijn via de wachtpost of wachtdienst. Het labo kan gebruik maken van het federaal platform, wat naar iedereen ook het materiaal dit weekend gestuurd is, om te beginnen met het federaal platform. Maar men kan ook andere, dus de eigen laboratoria die men nu gebruikt of in loop gebruikt, kan men ook gebruiken voor dit systeem. Moet wel gekeken worden met hun naar de capaciteit. Je weet een beetje wat je ongeveer kunt verwachten, dan kan er bekeken worden naar de capaciteit. Daar komen we straks op terug. Deze week wordt een inloopperiode, dat wil zeggen dat we het systeem een beetje, we gaan de testing testen, hè, en kijken wat er allemaal misloopt. En waarschijnlijk gaat er van alles mislopen, om dan proberen te kijken hoe we alles kunnen verbeteren, om dan eigenlijk van 11 mei liever volledig operationeel te zijn, samen met het contacttracing verhaal. Want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Dit is heel de flow van het systeem, zowel de contacttracing als de testing eigenlijk. En het begint bij de patiënt die de huisarts contacteert. De huisarts vermoedt een COVID-19. De huisarts besluit om een test te doen. Hiervoor moet hij ook een elektronisch formulier invullen. Daar kom ik zo meteen op terug. En dan kan hij ofwel het zelf doen, ofwel de lokale afspraak die gemaakt is om alles naar het triagecentrum te sturen. De patiënt gaat naar de triagepost, wordt een staal genomen. Het staal gaat naar het labo. En vanuit het labo wordt het testresultaat naar de huisarts gestuurd. Dan komt er een heel belangrijke. Als u ziet onder het labo testresultaat beschikbaar, negatief en positief. Het is mogelijk. Als het resultaat negatief is, goed, dan kan de patiënt terug uit huis, zal maar zeggen, als hij lichte klachten heeft en weinig klachten heeft en zeker naar de nauwe contacten heeft dat dan weinig implicaties. Maar de huisarts kan, als omwille van het feit dat er toch heel wat vals negatieven zijn van de test en de huisarts vermoedt van, kijk, dit is toch een heel verdacht verhaal aan COVID, vind ik, ondanks dat die test negatief is, vind ik dat het toch een positieve is.
Op die manier kan hij de test overroelen en kan hij toch gaan zeggen van dit is een positieve en de patiënt in isolatie zetten en ook dat de contacttracing gaat starten. Dan moet hij eigenlijk een tweede formulier invullen om die contacttracing verder toch te laten gebeuren, ondanks het verhaal negatief is. Is ook het verhaal natuurlijk, wat als men geen huisarts heeft? Ja, dat is een belangrijke, daar komen we op het einde ook op terug. Maar goed, als iemand klachten heeft, ja, dan om in dit systeem te komen, moet men een huisarts contacteren. Hè? Of in het weekend natuurlijk de wachtdienst, daar komen we straks ook op terug. Hè? Natuurlijk zijn bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in Brussel, waar toch 30% van de mensen geen huisarts, vaste huisarts heeft. Ja goed, als men naar het ziekenhuis gaat voor zo'n klachten natuurlijk, ja, dan zal ook dezelfde procedure gebeuren in die zin dat daar ook eventueel dan test wordt genomen indien nodig en dan ook die op die manier in het systeem gaat komen en dat dan eigenlijk de verwijzer het is die een beetje het verhaal moet opvolgen. Goed, qua testingprocedure. Het begint dus met de patiënt die de huisarts contacteert. En de huisarts vermoedt aan de hand van de klachten die hij hoort dat hij mogelijk een COVID-19 kan hebben. Dit is de nieuwe gevalsdefinitie die vanaf vanavond online gaat gaan, die eigenlijk wel vrij breed is. Dus een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, dyspnee, thoracale pijn, geur- en smaakstoornissen, zonder duidelijke andere oorzaak. Of minstens twee, bij kinderen één van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rinitis, keelpijn, hoofdpijn, anorexia, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid en plotse val zonder duidelijke oorzaak. Die laatste twee zijn dan vooral belangrijk bij ouderen, omdat we zien dat dat een atypische presentatie kan geven en daar meer voorkomt. Deze symptomen zijn eigenlijk ook gebaseerd op internationale lectuur, of literatuur liever, van de landen waar het zich al verspreid heeft. En de onderzoeken die daar gebeuren, daarop is het debat gebaseerd. Ik ben een beetje verdeeld gelukkig met deze diagnose, omdat men minstens één en minstens twee, als men een patiënt aan de telefoon krijgt, is dat niet zo simpel om allemaal die dingen te gaan quoteren, zomaar zeggen. Maar we zien duidelijk dat de meeste, eigenlijk koorts niet, maar de hoofdsymptomen die voorkomen zijn hoest, dyspnee, thoracale pijn. Natuurlijk, thoracale pijn is ook iets vaag, dat kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben. Maar dit is eigenlijk de definitie waar we het mee gaan doen. En dit is ook de definitie die maakt dat dit zijn de mensen die getest gaan worden. Hè. En die test gaat dan, omwille van dat het in de gevalsdefinitie is, ook terugbetaald worden. Ja. Het laatste heb ik net niet gezegd, denk ik. Dus iemand met een COPD, astma of chronische hoest, die verergert, de klachten verergeren, kan men ook beschouwen als een mogelijk geval van COVID-19. Goed, hoe gaat men aangemeld in het systeem worden? Ik zei via een e-form. Dat is, de patiënt belt, huisarts aanhoort de klachten, zegt van ja, dit is mogelijk COVID. Ik ga de test doen of ik ga je doorverwijzen naar het triagecentrum voor een test. En ik ga zelf al een e-form invullen en dat e-form heet lab request. Ja? Ik ga het zo meteen laten zien. Dat lab request zit eigenlijk in gaat vanaf morgen normaal in alle softwarepakketten in. Dus de meeste softwarepakketten die gebruikt worden in Vlaanderen, behalve ProDoc, dat gaat nog niet in orde zijn. Daar zal via een pdf moeten gewerkt worden, die ingevuld moeten worden. Maar daar gaat men nog aan werken. En Medispring, maar dat is voornamelijk in Wallonië dat gebruikt wordt, is ook nog niet in orde. Maar HealthOne, Windhoek, CareConnect, Daktari, gaan ze allemaal in orde zijn. Maar goed, we gaan dat morgenochtend moeten zien of dat in orde is. Via documenten, waar u normaal een verwijsbrief maakt of zo, kan u dat e-form lab request voor COVID vinden. Dus COVID-19 lab request, die ziet het in het kader eronder. Labo aanvraag bij vermoeden van besmetting. Dus u dat eigenlijk, als huisarts doet eigenlijk de labo aanvraag. Wat wel bij gezegd is, dat het afgeprint moet worden, dat document. Dus u moet het online versturen. Dus het is eigenlijk een systeem zoals als u een verwijsbrief maakt naar het ziekenhuis, ook met een e-form, waar al dingen overgenomen worden uit het dossier, vooral de gegevens van de patiënt en uw eigen RISIF-nummer en dergelijke. En dat moet dan, maar dat moet toch afgeprint worden. En ja, dat heb ik gisteren ook over vergaderingen gezegd. Waarom moet dat dan eigenlijk afgeprint worden? Wel, eigenlijk als men doorgestuurd wordt naar een triagecentrum, moet men daar kunnen weten
dat de patiënt door de huisarts verwezen is. Ja? In principe, als u een systeem heeft dat de huisarts een afspraak moet maken in het triagecentrum, dat al bijvoorbeeld aan het triagecentrum die bijvoorbeeld met Medeiros of Care Connect Medical Post werken, en dat daar al is aangemeld geweest, ja, lijkt me dat ook voldoende. En in het triagecentrum wordt ook normaal gezien de identiteitskaart ingelezen, want daar is belangrijk dat men het Rijksregisternummer heeft. Wat wel belangrijk ook is, dat we gemerkt hebben, en ja, het probleem is ook dat we de huisartsen eigenlijk te laat zijn ingeschakeld in heel, heel dat systeem, om mee te vergaderen. En dat is soms wel nodig om wat veldkennis over te brengen aan de gehoge heren die daarmee bezig zijn in het land. Dat men geen extra vak heeft gezet voor de GMD-arts. En dat kan natuurlijk een probleem zijn, bijvoorbeeld tijdens wachtdiensten, waar natuurlijk de huisarts niet degene is die aangeroepen wordt, maar eigenlijk de wachtarts is die de klachten van de patiënt gaat als eerste ontvangen. Dus die zou eigenlijk een labformulier moeten maken waar de huisarts, het GMD-arts, ook zou opstaan. Goed, dat hebben we nog bekeken, dat, of dat nog verder volgende versies in orde kan brengen. Als de patiënt dus wordt dus aangemeld via e-form, dat e-form gaat dus meteen ook door eigenlijk naar de database van het contact tracing center. Dus daar wordt de patiënt al eigenlijk aangemeld. En is ook het labformulier dat dan verder naar het lab zou gaan. Ja. In het triagecentrum moet eigenlijk alleen de Rijksregisternummer gelinkt worden aan de staalcode, dus de barcode op de staal, de wisser. Maar bijvoorbeeld in de triagecentra die met Medeiros of Medical Care, Care Connect Medical Post werken, daar gaat dus ook ingebouwd worden dat men daar ook een lab request kan maken. Dus dan kan men ook een aanmelding doen eigenlijk van de patiënt. Dan gaat het staal naar het labo. Labo krijgt de staal met de code. En gaat dus dan het resultaat sturen naar Health Data. Van Health Data gaat het dan naar de databank van Shenzano, die eigenlijk alles organiseert rond daar eigenlijk start van de contact tracing. En het resultaat zou naar de GMD-arts moeten gaan en ook de verwijzer natuurlijk, indien dat niet is. Het probleem is inderdaad, en dan komen we, en dan is het een tweede formulier is voor de overruling. Ja? Het tweede formulier is melding, vermoeden van besmetting bij negatief labo-onderzoek. Dan, als de arts het resultaat terugkrijgt en het is negatief, en hij, zoals ik er straks zei, en hij vindt toch van oké, dit is een positieve, dit volgens klinisch vind ik dit een positief verhaal, kan hij het overroelen en kan hij dus het tweede formulier ingeven dat dan doorgestuurd wordt naar de databank, waar men dan ziet oké, dit negatief resultaat is overroeld, dit is toch als positief beschouwd en kan dan ook de contacttracing verder beginnen. Dus vanuit Health Data gaat dat naar de Shenzano databank en dan eigenlijk daar start de contacttracing. Dit is een formulier, het is misschien niet heel duidelijk, maar zo ziet het formulier eruit. Dit e-form formulier, die lab request, dus de gegevens van de aanvragende arts, de informatie van de patiënt, ook de contactinformatie van de patiënt en eventueel een bijkomend telefoonnummer. Dat is belangrijk, ook naar contacttracing toe. Het zou kunnen natuurlijk dat de patiënt zich aanmeldt en toch al ernstige klachten heeft. Wordt gezien misschien fysiek in het triagecentrum, wordt gezegd oké, je moet naar het ziekenhuis, want u bent er niet goed aan toe. En misschien een dag later ligt hij al op intensieve en kan hij eigenlijk niet meer telefoons beantwoorden. Wel, dan is een bijkomend telefoonnummer nodig om eventueel de starting van de contacttracing te doen door het callcenter. Adresinformatie, dan een aantal vragen of men in het buitenland verbleven is, of het een gezondheidsmerker is, of het een patiënt is uit de collectiviteit. Dus ook voor de woonzorgcentra, dus die nu ook getest allemaal gaan worden en dergelijke, maar die gaan ook mee in het systeem gaan komen. Dus als daar patiënten zijn die ziek worden, of personeel, komt dat ook mee in dit systeem. Maar daar in de woonzorgcentra zal dat natuurlijk getest dan worden door de CRH-arts. Contact met de zorgverlener of antibiotica behandeling geweest is, symptomen en dan gegevens over het staal. Werd er een staal afgenomen? Ja, als het natuurlijk bij de huisarts is en nee. En als ja, dat zit in deze flow niet in, dat heb ik nog geen document van, maar dat zal nog wel komen. Dus als er nee wordt ingevuld, dan kan men kiezen, oké, ik stuur patiënt naar het triagecentrum, dan kan men het triagecentrum ook kiezen en dan ook het document versturen.
Dit zijn een beetje allemaal de verzamelde gegevens via de e-forms. De dingen die ik net allemaal gezegd heb, dus ook de contact trusted person, als er iemand, alle patiënt zelf niet kan antwoorden. Resultaten van de testen gaan ook dus opgenomen worden in heel die e-forms en via het labo dan. En dan ook het laatste is niet goed meer zichtbaar, maar dat is eigenlijk de overhoeling van de negatieve test. Goed, die persoon die ziek is, gaat in isolatie moeten gaan. Dat is hetzelfde als nu gebeurt natuurlijk. Die schrijven 7 dagen thuis. En na 7 dagen, als die terug goed is, dan mag hij dus gaan werken. Dit gaat ook over zorgpersoneel. Als die goed zijn, maar ze moeten 3 dagen geen koorts meer hebben geen andere symptomen en ook geen ademhalingsproblemen, dan kunnen ze terug gaan werken. Als dat niet is, dan moeten ze verder ziek blijven. Datzelfde situatie zoals er nu is, dat verandert er niks aan. Maar daarom, omwille van het feit dat personen die het meest besmettelijk zijn, juist voor en na het verschijnen van de symptomen, is het belangrijk dat zo snel mogelijk contact opgenomen wordt met een huisarts, die net al verschillende keren in het nieuws geweest is, zodat die indien nodig de patiënt en zijn huishouden kan isoleren. Wij kunnen dus nu, wat we tot nu toe niet, tot nu toe was het vergeven van oké, patiënt is ziek, die blijft thuis, maar zijn omgeving, zijn gezin, die kan naar school, of ja, school is nu wel dicht, maar de partner kan gaan werken, bij wijze van spreken. Dat verandert in deze dus, dat de nauwe contacten, de high-risk contacten, en dat zijn natuurlijk in het gezin, logisch natuurlijk dat nauwe contacten zijn, die kunnen thuis gezet worden, hè, of die worden het best thuis gezet. Dus wij zelf kunnen eigenlijk al meteen zeggen tegen het gezin, als wij duidelijk vermoeden van ja, dit is toch duidelijk COVID-verhaal, hè, moest de test negatief zijn, ga ik hem zeker overhoelen, kunnen wij al het gezin in isolatie zetten. De patiënt zelf is ziek, dus voor hem kan dus een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld worden. Voor de asymptomatische personen in hetzelfde huishouden wordt indien nodig een getuigschrift van quarantaine opgemaakt. Een vraag die misschien nog wel komen. Dus dat wil zeggen, de patiënt die is ziek, die gaat 7 dagen in isolatie. En natuurlijk, de hygiënische maatregelen, die zijn ook wel aangepast. Die vinden ook op de Senzano-website. Die moeten gehanteerd worden natuurlijk. Dus thuis ook afscheiding van elkaar. Niet hetzelfde bed slapen, best een apart in een kamer en dergelijke meer. De andere huisgenoten, die moeten 14 dagen in quarantaine, omdat we natuurlijk met die incubatietijd zitten. Dus wat er ook is gegeven, stel tijdens die 14 dagen quarantaine van de gezin wordt een van de gezinsleden ziek, dan start voor die andere gezinsleden terug een periode van 14 dagen. Ja? Dus op den duur natuurlijk, als je een gezin hebt van 6, 2 ouders en 4 kinderen, dan kan dat wel een tijd duren als iedereen aan elkaar ziek wordt, dat de laatste thuis moet zijn. Dit is nog een beetje in onderhandeling. We wachten op de beslissing van de regering, maar er zou eigenlijk een getuigschrift kunnen komen waarop een arbeidsongeschiktheid kan gemaakt worden voor de patiënt die ziek is. En ook een getuigschrift van quarantaine. En die getuigschrift van quarantaine is dus, gaat eigenlijk, bedoeling is, iemand die arbeidsongeschikt heeft gewaarborgd loon, dat gaat via het ziekenfonds, een quarantaineattest zou maken dat indien thuiswerk mogelijk is, kan de patiënt werken, want de patiënt is, of de patiënt liever, het is de quarantainepersoon, die is niet ziek natuurlijk, hè, moet gewoon in isolatie gaan. Dus dan kan gewoon het loon verder werken. Als thuiswerk niet mogelijk is, ja, dan is men bezig dus dat er een apart soort vergoeding kan komen, dus dat de werkgever geen gewaarborgd loon kan maken. Eventueel andere mogelijkheid is, als een probleem voor de werkgever, kan die ook in technische werkloosheid gesteld worden, wat dan ook voor de werkgever beter is. Dus dat is het gegeven. Hierbij nog te vermelden dat wij ook aangekaart hebben dat het wel duidelijk moet zijn dat de patiënt, de indexpatiënt, dat die het huis niet mag verlaten, dus dat die binnen moet blijven. Ja? Dus dat moeten we duidelijk aangeven op dat test. Maar dit moet nog afgeklopt worden of dit, ja, ook de wettelijke zaak en ook de sociale financiële regeling daar rond is toch wel belangrijk, want het gaat natuurlijk zijn, vooral naar nauwe contacten gaan in isolatie gezet worden of in quarantaine gezet worden. En dat heeft natuurlijk wel een serieuze impact ook op alles. Goed. Dan, er was even nog de vraag erbij van, ja,
als mensen dat niet willen, ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Als mensen dat niet willen in quarantaine gezet worden, ja, dat is een beetje moeilijk. We moeten dit eigenlijk beschouwen als een verplicht te melden ziekte, zoals eigenlijk infectieziekte, zoals eigenlijk tuberculose of meningitis, waar ook eigenlijk de dienst infectieziektebestrijding maatregelen kan opleggen. Hè. Dus er in de wet staat dat bijvoorbeeld voor tuberculose kan men maatregelen opleggen om mensen verplicht thuis te houden in quarantaine. Hè. De Vlaamse diensthoofd van de dienst infectieziektebestrijding heeft mij gezegd van ja, de vraag is natuurlijk of we zover gaan in dit verhaal natuurlijk bij COVID. Dat is toch iets anders dan bijvoorbeeld tuberculose. Daar is men nog niet helemaal uit. Dus, maar in principe, dat is ook ons ding. Dus wij moeten dit is een verplicht te melden ziekte, dus daarom kunnen wij het melden. Moeten wij het melden ook, vandaar dat e-vorm. Want daar is ook wat vragen rond, denk ik, van ja, schenden we ons beroepsgeheim niet als wij zo'n e-vorm invullen en dat gemeld wordt dan naar zo'n contacttracingcenter. Wel, het is eigenlijk omwille van die verplichte melding, moeten wij dat eigenlijk doen. Maar hetzelfde gaat voor de quarantaine, als iemand dat niet doet, ik denk niet dat de politie overal gaat controleren, maar die mensen gaan wel opgevolgd worden door het contactcenter natuurlijk, en ja, gaat toch wel duidelijk gesteld worden dat ze best thuis blijven. Ik denk dat wij ook een belangrijke taak hebben om vooral dat gezin dan, zeker, want die andere nauwe contacten hebben wij geen contact mee, maar dat gezin, daar gaan wij wel contact mee hebben om dat toch wel aan te bevelen, omwille van de verdere indammen van het virus. Goed, triage testcentrum. De patiënt, dit zijn de equipe, de mensen die in een triagecentrum, testcentrum kunnen werken. Onthaal administratie, hè, er is voorzien dat er geld kan zijn voor een administratief medewerker te hebben in het triagecentrum. Die kan de patiënt inschrijven en in het wachtzaal zetten. Ik kan ook inloggen, en dan kom ik zo meteen op, in het cyberlab. Daar zijn ook die mails gisteren rondgekomen. En het INS, het Z-nummer, het Rijksregisternummer koppelen aan de barcode van Staal. De patiënt moet ook gecheckt worden dat hij verwezen is door de huisarts. En de administratie kan ook helpen bij het stokbeheer en de logistieke organisatie. De staalafnemer, en dat kan dan, laten we in het midden wie dat moet doen, dat moeten jullie lokaal bekijken. Is dat de huisarts, is dat verpleegkundige, daar is ook financiering voor voorzien, of afspraken met het lokale labo, dat de laboranten dat doet. Wat heel belangrijk is, dat het een vaste equipe is, dat het best een kleine equipe is, om die ervaring daardoor hopelijk minder vals negatieve te hebben. Hier kan het e-form lab request ook ingevuld worden indien dat nog niet gebeurd is. En dan denk ik naar wachtdienstsituaties. Maar normaal heeft de huisarts dat eigenlijk al moeten doen. Ja? Vanuit het triagecentrum zal er ook een verslag naar de huisarts moeten gaan. En dat kan voor de software, de triagecentra die met de software werken van de wachtposten, kan dat via die manier gebeuren. Dan hebben we nog de triagearts, die we tot nu toe altijd hadden. Die dient voor het klinisch onderzoek, ter inschatting van de ernst van de ziekte van de patiënt. Stuurt ook een verslag naar de huisarts met diagnose. En dat kan wel belangrijk zijn als die patiënt klinisch nagekeken is door die triagearts. Want in dat verslag kan wel staan van dat de triagearts vindt dat dit echt een vermoedelijk COVID is. En dat kan eventueel voor overroeling belangrijk zijn voor de huisarts om dat te weten. Indien geen verwijzing naar het ziekenhuis, wordt er ook een staalafname gedaan door de triagearts of de verpleegkundige of degene die daar zit. Als men wel verwijzing naar het ziekenhuis doet, ja, dan is de vraag of men dan een test moet afnemen of dat niet beter in het ziekenhuis gebeurt. Goed, dan hebben we ook nog de medisch coördinator, zoals je weet, die eigenlijk de supervisie moet doen over het triagecentrum en zien dat alles goed werkt en loopt. Naar beschermingsmateriaal om de testen af te nemen. Er is ook heel veel vraag geweest al de laatste maand. De richtlijn van Shinseno zegt nu altijd dat een chirurgisch masker genoeg is. Ook een overschort is nodig, een spatbril en handschoenen. Normaal gezien zouden al die zaken moeten gisteren of vandaag geleverd worden in het triagecentrum. En als ik voor het triagecentrum waar ik ook werkzaam ben, heb ik gezien, volgens mij hebben we 400 brillen gekregen. Ik denk dat we dan heel de bevolking kunnen geven. Goed, financiering hebben we ook al veel vragen over gehad. Hoe zit de financiering nu in elkaar? Wel, voor de staalafname
Kunnen we het niet beter... Ons bedoeling van het begin was eigenlijk ook voor die prestaties in triagecentra om daar een forfaitair honorarium voor te krijgen. Een beetje hetzelfde wat we hebben voor de medisch coördinatoren in het triagecentra. Dat is niet gelukt. En nu is er ook geen andere weg, denk ik, dan het enige is via de verzamelstaten. Dus alle testen die gebeuren in het triagecentrum, denk ik, worden best mee op de verzamelstaten gestoken voor de prestaties die wekelijks moeten doorgestuurd worden naar het RISIF. Die kunnen er gewoon bij en worden we dan eigenlijk per act zullen wij betaald worden. Voor een wisser is dat natuurlijk veel geld voor de act, zal maar zeggen. Maar goed, we hebben geen andere mogelijkheid. Er is geen ander systeem, dus dat is het systeem dat we gaan moeten hanteren. Als een verpleegkundige het doet, dan kan het via de verzamelstaat coördinatie. Dat is opgetrokken naar 24 uur per dag. Dat moet nog uitgewerkt, maar er is bevestiging van het RISIF dat het naar 24 uur per dag, dus dat wil zeggen dat men drie voltijdse kan hebben voor een dag, om eventueel te helpen bij de stafelafnames. Laborant, ja, dat moet via het labo, denk ik, geregeld worden. Naar ondersteuning toe, hebben we net een beetje de equipe gezegd, administratie, onthaal is via de verzamelstaat coördinatie. En medische coördinatie is via de verzamelstaat coördinatie ook. Naar infrastructuur, daar zijn ook heel wat vragen rond geweest van, dat personeel dat is in orde, die medisch coördinator is in orde, de prestaties die we doen, oké, dat zal wel in orde komen, maar wat met dat gebouw, wat met die containers die we moeten huren en dergelijke meer, de gemeente, die spekken wat bij, maar hoe lang gaat dat blijven duren? Wel, we hebben dit weekend is er een brief gestuurd vanuit Domus naar kabinet Somers, dus dat is, minister Somers is verantwoordelijk voor binnenlands bestuur, dus ook voor de gemeenten, naar minister-president Jan Bon, minister Beke en minister De Blok, het RISIF en de FOT, met de vraag om dit op te lossen. Dus de vraag dat we van het veld krijgen van, de gemeente wil niet verder bijspekken, wil stoppen met dit, terwijl duidelijk is gezegd van federaal, die triagecentra moeten blijven open zijn voor die testing nu. Zal er met die brief die we verstuurd hebben hopelijk overleg komen, zodoende dat punt 1, de gemeente worden gevorderd dat alles moet blijven zoals nu is en de hulp moet verder bieden om het verder te kunnen doen. En ook naar kosten toe dat daar regelingen, oplossingen voor komen, dat al die kosten niet door de huisartsenkring gaan gedragen moeten worden. Goed, dan het belangrijkste, administratie voor de staalafname. Dus iedereen is nu, heeft stalen en vandaag wissers gekregen voor staalafname via het federaal platform. Het probleem is dat dat via een systeem moet gaan dat niet hetzelfde is als de systemen voor de labs die wij kennen in onze normale huisartsenwerking. Ja? Degenen die CRA-arts zijn en die de afgelopen week of nog moeten een rusthuis of een woonzorgcentrum gaan testen, die weten het systeem, denk ik al nu ondertussen, die kennen het systeem, want die hebben dat daar ook alles in moeten geven. Het probleem is dat dit systeem niet gelinkt is aan het systeem van de e-healthboxen. De artsen zijn dus niet gekend van tevoren en moet ieder zich individueel aanmelden. Als men in een systeem zit van een triagecentrum en men heeft 100 artsen in het triagecentrum, wil eigenlijk zeggen iedereen die daar werkt gaat zich moeten aanmelden om te kunnen linken aan dat systeem. Ja? Die aanmelding is niet heel moeilijk, maar dat duurt toch 5 à 15 minuten om alles geregeld te krijgen, ook met een paswoord en dergelijke, een sms die men krijgt. Daarom hebben we een overleg met degene die het organiseren. Dit gaat via minister De Bakker. Hebben we overlegd of het eventueel mogelijk is dat administratief. Hallo? Of eventueel mogelijk is of administratieve medewerkers kunnen aangemeld worden. Zodoende dat zij die flow kunnen doen met dat staal- en rijksregisternummer. Dus dat zou mogelijk zijn. Dus jullie kunnen drie administratieve medewerkers gegevens doorgeven. Naam, INS-nummer en ook het e-mailadres, blijkbaar heb ik het straks in de mail gezien, is belangrijk. Zodat zij die al kunnen opgeladen worden in het systeem. Om aan te melden moet men de It's Me-app hebben. Dus dat moet aangeraden worden aan iedereen, ook aan de artsen, om een It's Me-app op een smartphone op te laden. Voor de eerste keer als men dat doet, heeft men wel een EID-reader nodig. Het tweede probleem is, er kunnen geen verslagen in e-healthbox sturen.
Dus niet via een push systeem. Dus dat wil zeggen dat normaal gezien, vanuit een, als wij een labo doen, het labo stuurt een verslag in het e-healthbox van ons en komt dat rechtstreeks in het dossier van de patiënt. Wel, dit gaat met dit systeem niet. Het enige dat men probeert te gaan kunnen doen, is dat wij een melding krijgen in onze e-healthbox, of een soort pop-up, en dat wij naar de hubs moeten gaan om het verslag te gaan raadplegen. Gisteren zijn wij pas eigenlijk op de hoogte gebracht van dit, dat het op dit systeem gaat zijn. Toen zijn we een beetje op onze achterste poten gaan staan van dat dit not done is. Bedoel dat we in 2020 leven en dat alles via onze e-healthbox binnen moet komen. Dat we niet ergens resultaten moeten gaan zoeken. Bedoel dat resultaat moet in onze e-healthbox binnenkomen. Zodoende dat we patiënt goed kunnen opvolgen en ook kunnen mededelen of het staal positief is. Hier wordt nog aan gewerkt. Gisteravond nog een sms gekregen dat men probeert vandaag daar nog een oplossing voor te zoeken. Moest daar dingen gaan veranderen, gaan jullie dat ook wel weten. Dit is om een account request te maken. Dat wordt ook doorgestuurd met de mailings naar de triagecentra. Dus je moet hier iets meer voor hebben en je telefoonnummer. En u gaat ook een mail krijgen, een activatiemail, om eigenlijk toegang te hebben tot het systeem. Dus die drie administratieven kunnen aangemeld worden, maar ook huisartsen kunnen dat doen. Eventueel als ze iets vroeger komen naar een shift in het triagecentrum, kunnen ze dat daar doen. Of van thuis al uit die account vragen. Dat moeten jullie kijken om lokaal te organiseren. Goed, als men met eigen labo's gaat werken, is dat waarschijnlijk allemaal niet nodig. Hè? Dat loopt het gewoon de normale weg zoals jullie het nu doen. Dit is dan wat er moet gebeuren voor de labotest. Dus de koppeling tussen het INZ, dus het Rijksregisternummer, en de baarcode. Er is ook gevraagd voor die baarcode, heb ik de vraag gesteld van ja, is het niet makkelijk dat we scanners zouden hebben? Zoals denk ik de meesten die met elektronische labo werken in de praktijk ook hebben, om het baarcode te scannen van het staal. Wel, daar heeft men aan gedacht en men gaat bekijken deze week of dat mogelijk is van het federaal platform om scanners te leveren. Dan zou die eens kunnen installeren en kan gewoon, moet het baarcodenummer niet overgetypt worden, kan het gewoon gescand worden. Dus op deze manier gaat men eigenlijk de link maken tussen het Rijksregisternummer en het staalnummer. En dat wordt dan, we verzenden, wordt dat doorgestuurd en kan het staal dan opgestuurd worden naar het federaal labo, waar men dan eigenlijk gaat die koppeling maken met dat via dat staalnummer. Goed, dat voor de staalafname. Dan mee te geven documenten. Punt 1, wat men kan meegeven in de triagecentra, is het contactformulier voor opleisting van de contacten. Daar kom ik zo meteen op. Het blad met hygiënemaatregelen voor de isolatie. Dat is nu aangepast ook. Dus ik denk dat de meeste triagecentra dat al meegaven in het verleden. Maar dat is aangepast, dus er moet een nieuwe versie uitgeprint worden. En er is ook door de overheid, Vlaamse overheid, een folder in de maak. Die eventueel ook meegegeven gaan worden. En waar uitleg over staat, gaat staan natuurlijk over heel het proces en ook de contacttracing. Dus die is in aanmaak. Waarschijnlijk misschien in de loop van de week zullen die gemaakt worden, geprint worden en zullen die ook via de triagecentra en huisartsen verdeeld worden. Dit is een voorbeeld van formulier contacttracing, dan de tabel van onder, waar men eigenlijk de patiënt een contactlijst moet maken van de afgelopen 2-3 dagen, waar men contacten vooral waar men meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte heeft gezeten en op minder dan 1,5 meter afstand. Ook wordt gevraagd of er lichamelijk contact is geweest en of er contact is geweest met een zorgverlener. Dus dat moet men voor de dag van de staalafname, de dag ervoor, 2 dagen ervoor, eventueel langer dan 2 dagen ervoor, moet men doen, zolang men het kan herinneren. Je kunt er zelf eens over nadenken van welke mensen heb ik, buiten patiënten natuurlijk, heb ik de laatste 2-3 dagen ontmoet. Natuurlijk, in deze tijden zal dat normaal gezien ook niet zo veel zijn. Maar dat is belangrijk voor die contactreis. Dus de indexpatiënt kan hier al mee starten om dat al in te vullen, totdat gecontacteerd gaat worden bij positief staal of een overroeld staal, door het contacttracingcenter. Dus dan kan die lijst afgegaan worden. Zij gaan er verder op in, verder bevragen en ook dan de
nauwe contacten gaan zij contacteren. Hè. Die worden gecontacteerd, die nauwe contacten. Voor gezin natuurlijk is dat niet natuurlijk, maar anderen, bijvoorbeeld een vrienden of collega's op het werk, die worden gecontacteerd, maar dat gaat anoniem gebeuren. Er gaat alleen maar gezegd worden van u bent in contact geweest met een COVID-19 positief geval de afgelopen dagen. Goed, we hebben gehoord dat het een nauw contact is. U gaat in isolatie moeten. Even kijken, de software in de wachtposten die ook gebruikt wordt voor de triagecentra. Dus links is Medical Care Connect Medical Post, vergis me altijd. En rechts Mediris, waarop men dan eigenlijk de diagnoses kan rond COVID kan stellen. Dus een bewezen geval van coronavirus, dat is natuurlijk in de wachtpost moeilijk te zeggen, want het testresultaat gaat nog niet binnen zijn natuurlijk, als men test. Een mogelijk geval, dus dat eigenlijk de anamnese, maar ook klinisch onderzoek wijst van ja, dit is toch een heel duidelijk vermoeden, kan men best aanduiden, een vermoedelijk geval, of een mogelijk geval liever. En dan kan er ook nog zijn een nauw contact met een coronavirus of angst natuurlijk, dat komen we ook wel tegen. Maar vooral dat mogelijke geval coronavirus is een belangrijke, want dat kan belangrijke informatie zijn voor de huisarts om eventueel de test te overroelen. Goed, dit is de normale flow zal hebben, dan hebben we andere flows. Wat met mensen die nu ernstige symptomen hebben, dat klinisch onderzoek vereist. Dus dan eigenlijk de mensen die we nu verwijzen naar het triagecentrum. Dus hetzelfde verhaal, patiënt belt huisarts vermoedt COVID, maar toch, wil toch een klinische inschatting hebben. Hij vult het e-form al in en stuurt de patiënt naar het triagecentrum voor klinische inschatting. Het triagecentrum doet klinisch onderzoek, te beoordelen van de ernst, geeft documenten ook mee voor de contacten te verzamelen en legt het protocol uit. En dan twee mogelijkheden. De arts verwijst de patiënt terug naar huis en geeft in verslaggeving aan of het mogelijk COVID is of niet. Dan, als het positief resultaat is, belt de huisarts de patiënt voor het resultaat en zegt dat het callcentrum gaat contacteren. En verder volgt de huisarts de patiënt klinisch op, verder op en moet er niks gebeuren. Als het negatief is, het resultaat, dan kan de huisarts kijken van oké, de FTC-arts zegt dat het meer angst is of dat het een hooikoorts is, ik zeg maar iets. Dus, en ja, mijn anamnese was ook wat twijfelachtig. Goed, ik beschouw het ook als negatief en dan kan patiënt terug uit isolatie. Ja? En ook de gezinsleden. Maar als de triagearts zei van ja, het is een mogelijk COVID en ik vond anamnestisch ook wel verdacht, kan ik dus het resultaat overroelen en moet dan het patiënt gebeld worden om te zeggen van kijk, het resultaat is negatief, maar toch overroel ik u. Het is duidelijk, anamnestisch toch een geval van COVID. Hij moet dan ook het e-form 2 invullen voor de overroeling van de test. Zodoende dat het database center van COVID dat ook kan zien en de contacttracing kan starten. Als wij een patiënt zien op het triagecentrum die ernstig ziek is, dan en zeggen van oké, dit wordt voor het ziekenhuis, dan verwijzen we door naar spoedgevallen. Men kan een test doen in het triagecentrum, maar aangezien in het ziekenhuis toch verdere diagnostiek en dergelijke moet gebeuren, lijkt me misschien het beste dat daar de test gebeurt. Het labresultaat zal op die manier ook via het lab van het ziekenhuis naar de database gaan en de contacttracing verder starten. Dan hebben we een derde mogelijkheid, is dat de patiënt kan of niet wil getest worden. Ja, dat is mogelijk, dat mensen bellen en zeggen oké, je moet voor een test. Nee, dat ziet er van hier, dat wil ik niet. Of zijn hier een mogelijkheid, en denk bijvoorbeeld aan mensen die thuis zijn, die niet mobiel zijn, die moeilijk naar een triagecentrum kunnen gaan. Daar moet men misschien bekijken wat de mogelijkheden daar zijn. Er zijn een aantal regio's waar, of triagecentra waar een mobiel COVID-team is, dus waar een huisarts is vanuit het triagecentrum die mensen thuis gaat zien, wel die kan eventueel dan testen thuis gaan doen met die mensen. Ja? Ook een mogelijkheid zou kunnen zijn of het cohorte COVID-zorgteam dat er nu is sinds 2 weken, dat zijn verpleegkundigen, zorgkundigen, dat een verpleegkundige dat test gaat doen, maar dat zijn lokale afspraken die jullie moeten gaan maken. Of dat je een apart thuistestsysteem gaat maken. Goed, dat laten we een beetje over aan de creativiteit van iedereen. Om te kijken of het mogelijk is om ook een thuistestsysteem te gaan organiseren. Ja? Als dat niet is, of er is een andere reden waar de patiënt niet wil of kan getest worden. En mijn
De huisarts vindt dat dit toch een sterk vermoeden is van COVID-19, kan hij besluiten om toch een contactonderzoek te doen. De patiënt hoeft niet dan getest te worden, maar hij kan besluiten om een contactonderzoek te doen. En daarvoor moet hij zowel formulier 1 als formulier 2 invullen. Hè. Dus formulier 2 is eigenlijk om de overroeling van de blabotest, die gebeurt hier niet. Maar dus via het formulier 2 kan men dus ook mensen aanmelden die niet getest willen worden of niet kunnen getest worden en die ook in het systeem wordt. Ja, dus het afwezig laborresultaat moet dus overschreven worden en contactonderzoek te starten om door e-formulier 2. En op die manier komen ze ook in het systeem, wordt er wel contacttracing gedaan, ondanks dat ze niet getest zijn. Goed, dit dan over de wachtdienst, want daar is ook het laatste woord in over gezegd. Dus de wachtdienst gaat natuurlijk niet de huisarts aanmelden, maar de patiënt belt naar de wachtpost of de wachtdienst. En goed, ik denk dat veel wachtposten de laatste weken gewerkt hebben, ook met telefonische triageartsen. Die gaat de klachten aanhoren, die vermoedt COVID-klachten, die gaat een afspraak maken in het triagecentrum dan voor de testing. En dat is gisteren door, heb ik met Mediris nog over gebeld en voor Kerkenneck Medical Post gaat dat ook in orde zijn komen, gaan die ook een e-form maken, zodoende dat e-form lab request ook mogelijk gaat zijn om vanuit de wachtpost triagecentrum zelf te gaan invullen. Dus de triage, en op elk niveau, op huisbezoek of consultatie of op telefonisch advies in het kader van COVID, kan dan ook de triagearts een lab request maken. Hè. Op die manier gaat dus dat die flow gebeuren. Het probleem is natuurlijk dat in dat lab request e-form, dat daar niet geen MD-arts bij is. Dus ja, daar moet nog een oplossing voor komen, maar dat kan dus niet. Anders gaat alleen maar de verwijzer en dus de wachttriagearts gaat dan de verslag krijgen. Dus er moet een manier zijn dat ook het resultaat van de test zeker naar de huisarts gaat gaan. Dus na het weekend, als dat op zondag gebeurt, ja, dan is dat geen probleem natuurlijk. Dan de dag nadien is het resultaat hopelijk bekend en kan maandag de huisarts en de patiënt bellen voor het resultaat. Of de huisarts kan het resultaat overroelen, dat blijft hetzelfde verhaal. Natuurlijk, als dat test op zaterdag gebeurt, dan is het 2 dagen al natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, we hebben binnenkort het hemelvaartweekend. Er zijn toch een aantal wachtposten die de brugdag maken. Dus dat wil zeggen van woensdagavond tot maandagochtend, dat is toch 5 dagen, dat de huisarts niet bereikbaar is. Ja, dan moeten we toch bekijken hoe we dat gaan doen. Wordt dat dan een taak van de telefonische triageartsen, dat die ook mensen gaan moeten opbellen voor resultaten. Maar dat zou ook moeten betekenen natuurlijk dat die resultaten naar het triagecentrum / wachtpost ook gaan komen. Dus dat zijn nog zaken, daar hebben we nog een paar weken voor, maar die moeten nog uitgeklaard worden. Want dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Men snapt ook natuurlijk dat men niet 5 dagen kan wachten dat contactracing gebeurt. Want die contactracing gebeurt nadat de huisarts. Goed, dus dat zijn zaken die we nog moeten uitgeklaard. Dan het voorlaatste deeltje is de contacttracing. Zoals ik zei, start die pas op 11 mei. Dus deze week, als u patiënten hebt die klachten hebben die getest gaan worden, moeten dus zeggen dat dus deze week ze niet gaan gecontacteerd worden. Dat is pas van de week nadien dat dat start. Maar wat wij zelf wel kunnen doen, is de gezinsleden al in isolatie, quarantaine zetten. Dan heeft men al de belangrijkste, denk ik, personen in de contacttracing. Deelt in high- en low-risk contacten. Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode van het geval. Over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als die symptomen aanhouden. Dus dat beschouwt men als een contactpersoon. Voor een asymptomatische persoon met een positieve test wordt een contactpersoon gedefinieerd als iemand die contact heeft gehad met deze persoon binnen een tijdspanne van 2 dagen voordat het staal werd genomen, tot 7 dagen na. Dus dat is toch heel wat dat men gaat moeten bevragen. Die contactraces, die zijn ze nu volop aan het opleiden. Dat zijn mensen die dan eigenlijk de patiënten gaan bellen en echt uitgebreid gaan kijken welke contacten en de gegevens daarvan om die mensen dan te gaan contacteren.
Dus afhankelijk van de graad van blootstelling is het een high of low risk. De link hier naar van de website van Cienzano kan men heel de uitleg vinden van die contacten. Dit is het Engels, maar het was overzichtelijker beter om hierin te zetten op de website Cienzano. Het document was het moeilijker om te kopiëren. Dus de high risk contacts en de low risk contacts. Belangrijk is daarbij dat de high risk contacts die gaan in isolatie voor 14 dagen, de low risk contacts niet. Die low-risk contacts moeten wel sociale contacten vermijden. Strict respect of social distancing for 14 days. Ook hygiënische maatregelen, ook stoffen maskers dragen. Terwijl degenen die in de isolatie gaan voor 14 dagen, die krijgen wel een attest. Dat is ook wel belangrijk, diegenen die in isolatie gaan moeten. Dus die krijgen een quarantaineattest vanuit het contacttracingcentrum. Daar moet de huisarts dus niet aan doen. Dus niet dat jij een telefoon gaat krijgen van ja, ik heb je telefoon gekregen, ik moet in quarantaine gaan voor 14 dagen, kun jij een attest geven? Nee, dus ze gaan een attest krijgen, zoals ik straks heb uitgelegd, vanuit het contacttracingcentrum. Daar moeten wij dus niks doen. Dus zij mogen wel eventueel buiten gaan voor de boodschappen te doen en naar de farmacie, dus naar de apotheek. Moeten ze wel een stoffenmasker dragen en strikte hygiënemaatregelen. Tijdens die 14 dagen isolatie moeten ze hun gezondheid monitoren, zelf monitoren, dus 2 keer per dag temperatuur meten en ook een dagelijks rapport gaan invullen. Daar worden ze om de paar dagen worden ze gecontacteerd, telefonisch of sms, via het contactcentrum om alles op te volgen. Als zij klachten krijgen, goed, dan worden ze natuurlijk, zijn ze geen contactpersoon meer, dan worden ze patiënt en moeten ze contact opnemen met een huisarts. Komt zo meteen op. Dus die mensen worden wel nauwkeurig opgevolgd om te zien of er klachten gaan zijn, of er klachten gaan ontstaan. Dit is dan eigenlijk de contacttracing. Dus die starten na het resultaat van het labo of de overhoeling. Ja, en er gaat een actieve follow-up zijn, zoals ik net zei. Dus vanuit de database gaat het onderzoek zijn. Er gaat een eerste telefonisch contact komen met de patiënt. En daarna met het contact eigenlijk. En eventueel kan er ook een bezoek komen. Dus er zijn ook field agents die ter plaatse kunnen gaan om de situatie te bekijken. En om de mensen te gaan spreken, om te kijken, alles uit te pluizen. Als contact symptomen vertoont, gaat hij contact moeten nemen met de huisarts. En hij gaat een code krijgen. Zodoende dat de huisarts weet, mijn patiënt heeft symptomen, maar die was een contactpersoon van een eerdere indexpatiënt. Die code ga ik ook moeten meegeven in het e-form, zodoende dat men in het contactcentrum gaat weten, de contactpersoon heeft symptomen gekregen. Loopt contact hoog risico? Nee, dan is social distancing, is er wel een hoog risico. Zelfisolatie. Als het een zorgprofessional is, dan kan hij ook in zelfisolatie gaan 14 dagen. En moet hij op dag 12 een PCR-test zijn. Ja? Dus een PCR-test hebben op dag 12. Dat is nodig om te zien of hij na die 14 dagen terug kan gaan werken, bij wijze van spreken. Hè? Dus na 12 dagen moet er een test genomen worden. Zij gaan ook een code krijgen en gaan contact opnemen met de huisarts. Van kijk, ik ben in isolatie geweest 14 dagen, ik moet een test laten doen. Om gewoon te zien, ben ik negatief, dan kan ik gewoon terug gaan werken. Is hij positief? Ja, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Dan start het terug opnieuw. Goed, contactpersoon test positief, wordt dus indexpatiënt. En op dat moment natuurlijk, dan wordt hij indexpatiënt. En dat betekent dat zijn gezin dan vanaf het moment ook in isolatie terug gaan moeten. Dus dan start het verhaal terug opnieuw. Dus een contactpersoon die zit in isolatie, vertoont symptomen, neemt contact met de huisarts. Op dat moment wordt dat een indexpatiënt en gaat dus bij hem terug contacttracing ook gebeuren. En vooral naar het gezin wordt dan gekeken natuurlijk. Die gaan dan in quarantaine ook moeten. Hoog risico contacten van een bevestigd 19 geval die beroepshalve in aanraking komen met risicogroepen van ernstig verloop, moeten een PCR-test dus ondergaan aan het einde van de isolatie, voor ze het werk kunnen hervatten. Wat met ons? Wel, bij ons zijn uitzonderingen. Personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals zorgverleners, is werken uitzonderlijk toegestaan indien het noodzakelijk is om de continuïteit van zorg te waarborgen.
Wat bedoel ik? Dus bijvoorbeeld uw partner wordt ziek, die wordt getest en die heeft COVID-19. Wij mogen dus, als wij gewoon geen symptomen hebben, mogen wij dus blijven werken omwille van noodzakelijk om de continuïteit van de zorg te waarborgen, mits het dragen van adequate beschermingsmiddelen, het naleven van strikte handhygiëne, actieve opvolging van onze lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen, het behoud van een afstand van minstens 1,5 meter van collega's en het vermijden van sociale contacten buiten het werk en ook het reizen. Mogen wij niet doen. Dus dat is toch wel een belangrijke. Dus als onze partner ziek wordt, wij mogen wel blijven werken. Natuurlijk in huis moeten we ook de isolatiemaatregelen raadplegen en opvolgen. Maar we mogen blijven werken. Maar op het einde van die 14 dagen, op dag 12, moeten wij getest worden. Dat is vooral belangrijk, ja, niet voor ons. Als we geen klachten hebben, kunnen we blijven werken natuurlijk. Maar vooral als wij positief testen, ja, dan start het eigenlijk opnieuw met onze andere huisgenoten. Dus de andere huisgenoten die niet ziek zijn of onze nauwe contacten, die gaan dan ja, in isolatie verder moeten. Goed, dit is opnieuw als laatste eigenlijk de hele flow. Wat begint dus bij de huisarts. Wordt een staal genomen via het triagecentrum, labo. Het triagecentrum kan patiënt ook eventueel verwijzen naar het ziekenhuis. En belangrijk is dat het testresultaat kan overroeld worden als wij anamnestisch of klinisch duidelijk vinden dat dat een duidelijke COVID-verhaal is. Mensen die niet getest kunnen of willen worden, kunnen wij toch contacttracing, of moeten wij eigenlijk toch contacttracing starten als wij COVID-verhaal vinden. En dan de opvolging via contacttracing, waar we eigenlijk in principe niet veel mee te maken hebben. Dat gebeurt buiten ons om. Alleen kan het dus gebeuren dat contactpersonen die ziek worden, die met een code aangemeld worden en met ons contact nemen om dan eigenlijk terug, om eigenlijk patiënt te worden en alles terug van daaruit terug start. Nog alleen to-do's, dus acties voor de komende tijd. Zoals ik zei, gaan we deze week voornamelijk werken met het labo van het federaal platform. Maar het is mogelijk om natuurlijk dat te veranderen en te gaan zeggen van kijk, wij willen met het labo hier van het ziekenhuis of ons privélabo gaan werken. Maar men moet dan gauw eerst mee in overleg gaan om te kijken wat hun capaciteit is. Er zijn een aantal privélabo's die testen niet doen. Er zijn een aantal grote die het wel doen. Maar er moet gekeken worden wat is de capaciteit. We weten een beetje ongeveer waar we mogen verwachten. Goed, dan moet er bekeken worden met ziekenhuis, privélabo, wat mogelijk is. Het zal een aantal dingen makkelijker maken. Ik denk zeker naar resultaten toe. En ook materiaal toe misschien, om dat te doen. Maar als er geen capaciteit genoeg is, is dus het federaal consortium, het federaal platform, kan dus leveren. Organisatie van triage en testcentrum. Na 11 mei kan men. Dus nog een aantal triagecentra toevoegen of annuleren. Dat men zegt, oké, we gaan toch samen gaan met twee om één groter te worden. Omdat daar meer mogelijkheden is naar uitbreiding van een aantal kabinetten bijvoorbeeld. Dat kan dus, maar moet minimum één week van tevoren de gegevens bezorgen in de federale overheid. En er moet wel duidelijk blijven dat alle gemeenten in het gebied bediend blijven. Dus als men naar een fusie gaat, dan, goed, dan moet dat samen gaan. Dan gaan die gemeenten, als men het triagecentrum stopt, moeten zien dat die gemeenten die dat triagecentrum bedienen, dat die naar een andere triagecentrum gaat. Best dus beperkte equipe voor ervaring te hebben. Wie dat doet, dat laten we aan jullie over. Huisartsen, labo, verpleegkundigen of een combinatie, dat moeten jullie zelf bekijken. Willen jullie een drive-in installeren? Geen probleem, organiseer het. Maar je ziet wel wat de flow is, administratief en dergelijke. Dus dat moeten we maar zelf bekijken. En belangrijk is ook dat de openingsuren, dat je die aanpast naar gelang de toenemende drukte. En ook natuurlijk. Gezien, het is niet dat iedereen de hele dag moet gaan testen, dat bepaalde zelf, maar je moet zelf zien wat die openingsuren zijn, dat ook melden. En ook naar gelang de drukte, ook een aantal artsen en dergelijke dat je nodig hebt, dat moeten zelf een beetje bekijken. Systeem voor thuistesting moeten ook bekijken of dat mogelijk is voor de niet-mobiele patiënten. En dan nog het laatste systeem voor quarantainepatiënten die geen huisarts hebben. De huisartsen per gemeente die nieuwe patiënten. Sorry, dus ze kunnen mensen zijn, dus mensen die ziek worden, ja, die moeten een huisarts vinden of ja, die gaan naar het ziekenhuis, maar het best dat die een huisarts ergens bellen. De quarantainepatiënten die gecontacteerd worden door het contacttracingcenter, degene daarvan dat die zeggen van ja, ik heb geen huisarts,
Van de overheid is gevraagd om per gemeente een huisarts te hebben. We dachten aan zo 1 per 10.000 inwoners die nog nieuwe patiënten wil aannemen. Dat we een lijst kunnen bezorgen aan de overheid. Zodoende dat het contacttracingcenter dan kan zeggen: Oké, u woont in gemeente X. Dokter Y neemt dan nog nieuwe patiënten. U kan daar naar contact nemen. Maar het kan ook zijn dat de huisartsenkring zegt: wij hebben een telefoonnummer. Wij vanuit de kring organiseren dat wel. Als wij die vraag krijgen, dan zoeken wij wel een huisarts. Of we hebben een website waarop patiënten een huisarts kunnen zoeken. Of misschien moeten er afspraken gemaakt worden met de eerste lijnzone om te kijken om naar de sociale kaart, wat ook een van de taken toch is van de eerste lijnzone, om te zien of een huisarts kan gevonden worden. Voilà, dat was het verhaal.